Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Afgelopen week tijdens de Spa Exclusives Adventkalender Unboxing zei ik al dat het adventkalenderseizoen weer begonnen is. En ik het echt super leuk vind. Ik had er echt heel veel zin in. Ik heb er ondertussen alweer een aantal bijgekocht. Waaronder de meest aangevraagde van Essence. De Happy Holidays Adventkalender. En ik had 3 weken geleden al een sneak peek op een website gezet over de adventkalender. En ja, bizar hoe vaak dat al bekeken is. Ruim 7000 mensen hebben die sneak peek al bekeken. Ik heb tientallen berichten gehad van mensen of ik echt de inhoud niet wist. Wanneer ik het ging unboxen. Wanneer het online zou komen. Wanneer het verkrijgbaar zou zijn. Nou, echt bizar. Ik heb hem al wel, maar hij is nog niet verkrijgbaar. Dus gelijk een hele grote disclaimer. Duitsland loopt namelijk altijd een beetje voor. En dat is mijn geluk. Ik kon hem namelijk al wel in Duitsland shoppen. Voor dezelfde prijs als wat hij straks in Nederland gaat kosten. Namelijk €25,95. Alleen in Nederland is die pas begin november verkrijgbaar. Nou moet ik wel zeggen dat de Bougie Shop vorig jaar wel wat vroeger was dan de Kruidvat. Dus ik zou gewoon lekker die website in de gaten houden en af en toe gewoon alles binnenstappen bij Kruidvat. Wie weet dat je toch geluk gaat hebben. De adventkalender, die kan je heel leuk openklappen. Het heeft echt 2 zijden. De ene zijde met vakjes en de andere zijde in totaal 24. Het ziet er natuurlijk super leuk uit. Maar het gaat wel een uitdaging worden om de vakjes te kunnen vinden. Doordat hij zo dubbel gevouwen zit, is hij wel echt heel compact. Dus het is ook wel een heel leuk cadeautje natuurlijk voor onder de kerstboom. En gewoon om cadeau te geven aan iemand. Maar goed, we hebben genoeg gekletst. Ik ga gewoon lekker starten met vakje nummer 1. En die zit hier. Het is makkelijk, want er zit echt zo'n inhammetje in. Waardoor je daar je duim heel makkelijk in kan steken of je vinger. En het zo heel makkelijk kan openen. Superleuk. Ze hebben weer een tekstje erbij gezet. Nou weet ik niet of Essence dat vorig jaar was of iemand anders. Maar er waren verschillende adventkalenders al die zo'n leuke quote hadden of gedichtje of wat dan ook. En hier staat, oh hey there, happy to spend the next 24 days with you. Nou, het gaan geen 24 dagen worden, maar ik denk eerder 24 minuten als we dat überhaupt halen. Maar maakt niet uit. Dit is een moisturizing sheer lipstick. Oeh, heel mooi. Kijk, hier zit zo'n hartje. Dat heeft Essence al eerder gehad. Ik ga even spieken. Want bij de Ticket for a Kiss Limited Edition hadden ze dus ook al zo'n leuk hartje. En dat hebben ze dus meegenomen in de kerstcollectie. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het bracht ook heel mooi aan en het ziet er gewoon prachtig uit. Ik vind de kleur trouwens ook heel erg mooi. Heel winters, heel warm. Ja. Leuk begin. Vakje nummer 2 hoeven we niet te zoeken, want die zit ook hier in de buurt. Oh, ik scheur hem. Nee. Oh, ik ga al wel vooruit. Bij de Spa Exclusives Adventkalender scheurde ik de kalender al bij vakje nummer 1. Nou, nu zijn we bij vakje nummer 2. Dus tegen die tijd dat we 24 adventkalenders hebben gehad, dan maak ik hem wel goed open. We zien hier gelijk al volgens mij vakje nummer 6. Dus die schuif ik even terug naar boven en dan haal ik deze eruit. En dit is de Color Correcting Mattifying Powder. Heel mooi winters ook weer. Ik heb dit zelf nog nooit eerder bij Essence gezien. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of het werkt. Groen camoufleert natuurlijk roodheden. De ja, rood peachy tint die camoufleert juist bijvoorbeeld donkere kringen. Dus ik ben benieuwd of het werkt. Ziet er in ieder geval leuk uit. Voor vakje nummer 3 gaan we naar de andere kant. En dat is een heel lang vakje. Ja, die kon ik natuurlijk ook niet openen zonder te scheuren. Dat is een te lang vakje. Daar kan ik ook niks van doen. Ik steek het gewoon op de kalender zelf. Oké, ik heb hem. Eyeshadow Shader Brush. Nou, ik heb hier een mes erbij liggen. Die ga ik gewoon even gebruiken weer. Om het pakketje eruit te wippen. Het is super leuk verpakt. Ik ga hem ook gewoon gelijk openen. Echt een klein kwastje. Ziet er echt al super leuk uit. Heel feestelijk. Met al die glitters. Ja, super leuk. Wat me altijd opvalt bij de kwastjes van Essence is dat ze zo bizar zacht zijn voor de prijs die je ervoor betaalt. Kijk, deze zit natuurlijk bij de adventkalender erbij. Maar ook als je ze loskoopt, valt me echt op ja, dat ze zo zacht zijn. En dat zie je gewoon niet zo heel vaak bij goedkopere kwastjes. Dus dat is heel positief. Dan gaan we naar nummer 4. Volgens mij moeten we dan weer terug naar het begin. Wacht ik, ja. Het is wel een uitdaging om hem goed aan je te kunnen laten zien. Maar hier zit nummer 4. En dat is een nagellakje. De Pocket Glitter Nail Top Coat.
Met een gouden glitter. Helemaal kerstig. Ook superleuk natuurlijk, want bij kerst hoort rode nagellak. Om dan deze topcoat er overheen aan te brengen, dat het extra feestelijk wordt. 5. Die zit aan de tweede zijde, de achterzijde. En dat is een brow wax pen. Oh, ik heb helemaal niet meer gekeken naar de quotejes. Brows speak louder than words. Had de rest nou eigenlijk ook nog wat te zeggen? Ja. Brushing around the Christmas tree. Dan komen we nog 4. Jingle nails. Mad with love bij nummer 2. Ik was het alweer helemaal vergeten. Dat krijg je er misschien van als je alles achter elkaar openmaakt. Dit is dus de brow wax pen en die zit volgens mij al in het standaard assortiment van Essence. Alleen nu gewoon net wat feestelijker. En ik vind het heel fijn dat ze gewoon een transparante kleur hierin hebben gedaan. Zodat het echt voor iedereen past. Dan kunnen sommigen nog wat van leren. Nummer 6. Dan denk ik weer terug naar het begin. Oh ja, dat was die hele grote. Waar we al eigenlijk een sneak peek van zagen bij vakje nummer 2. En die is dan ook nu verdwenen. Ja, hij is echt naar onder gezakt. Ik ga even kijken of ik hem te pakken krijg. Vanuit vakje nummer 2 kan ik hem zo omhoog schuiven. En bij vakje nummer 6 staat een eye patch a day keeps sleeping eyes away. En dat zijn dus oogpatches. Hebben ook al eerder in het assortiment van Essence gezeten. Volgens mij ook in een trend edition. Die vond ik toen ook heel goed. Er zit ook hyaluronzuur in en dat is natuurlijk ontzettend vochtvasthoudend en hydraterend. Glycerine, ook heel vochtvasthoudend en hydraterend. Ook verzachtend, dus klinkt goed. Voor 7 gaan we weer naar de achterzijde. En dat zijn nagelstickers. Hierin staat Seek Magic in the Little Things, Darling. Oh, dit is wel leuk hoor. Kijk nou die stickers. Helemaal kerstig. Ontzettend kitschy, maar ik hou ervan. Ik vind dat echt al heel erg leuk. Nummer 8. Zit aan de voorzijde, helemaal links van onder. There's Snowthing Like Lip Care. Dus een lippenbalsem. Een overnight lip mask. Dus een maskertje. Ja, het lijkt natuurlijk wel ontzettend op een lipbalsem. Je brengt hem ook op die manier gewoon aan. Ja, kan er nooit genoeg van hebben. Zeker niet in de winter. Nummer 9 hebben we weer aan de achterzijde. En die staat helemaal onderaan. Ja, dit kon niet ontbreken in de Essence Advent Calendar. De I Love Extreme Mascara. Best verkochte mascara van Essence. En zit eigenlijk altijd wel in de Advent Calendar. En ook in de meeste trend editions trouwens. Ik ga de mascara niet openmaken omdat ik hem niet direct ga gebruiken. En anders kan hij natuurlijk sneller uitdrogen en bacteriën erbij komen. En dat wil ik niet. Mocht je benieuwd zijn hoe die eruit ziet, dan moet je even op mijn website kijken, want daar heb ik hem al een keer gereviewd. Oh, er stond trouwens op Live Love Lashes. 10 zit ernaast, dus dat is makkelijk. Have yourself a mani. Oftewel een manicure. En dit zijn van die manicure sticks, of gewoon wel houten blokjes. Ja, ik gebruik dit dus echt iedere keer als ik een manicure ga doen. En dat is vrij vaak. Dus dit komt voor mij heel goed van pas. Ik gebruik het echt heel vaak. Ze slijten natuurlijk ook heel snel, want ik wil wel dat scherpe puntje behouden aan allebei de zijden. Ik ben hier weer heel blij mee en kan ik heel goed gebruiken. Voor 11 gaan we weer naar de voorzijde. Dat is een vierkant pakje. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe nog geen echt opvul cadeautjes heb gehad. Dus ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Blushing through the snow. Dus ook weer geen opvul cadeautje. Dit is een blush highlighter. Super mooi. Ik vind die verpakking ook echt zo ontzettend leuk. Zo lekker winters. Dit ziet er echt prachtig uit. Kijk nou hoe mooi die kleur is. Ik ga hem gewoon gelijk swatchen. Ik ben hier te nieuwsgierig naar. Er komt niet heel veel kleur vanaf. Even kijken of ik hem wel op kan bouwen. Nee, de kleur is best subtiel. Ik heb hem hier aangebracht, dus je ziet die glow sowieso wel. Dus dat is wel heel mooi. Ik had net wat meer verwacht aan de ene kant. Aan de andere kant is het een blush highlighter. Dus dan zou ik hem eerder ook aanbrengen over een andere blush heen. Ik heb bijvoorbeeld verschillende matte blushes. En op sommige momenten wil ik gewoon een glowy blush. En dan zou dit wel heel erg mooi zijn om eroverheen aan te brengen. Maar ik denk puur als losse blush vind ik hem wel heel erg subtiel. Voor nummer 12 blijven we aan de voorzijde. Die is weer heel lang. Dus ik denk dat dit gewoon weer een kwastje is. Jingle blend, jingle blend, jingle blend it out. En het is inderdaad een kwastje. De Angled Eyeshadow Blender Blush. De verpakking is weer hetzelfde en ik ga hem ook gewoon weer openmaken. Het design is dus weer hetzelfde als het eerdere kwastje. Aan de bovenkant loopt hij dus een beetje schuin. Dus dat is ideaal bijvoorbeeld voor het blenden van je oogschaduw. En ook gewoon weer lekker zacht waar ik het net al over had. Oh, dit is trouwens niet helemaal hetzelfde. Ik zei dat het hetzelfde design was.
Dat klopt niet. Het lijkt wel erg op elkaar. Het past gewoon allemaal bij elkaar. Nummer 13 zit aan de achterzijde. En dat is weer zo'n kleintje. Dus ik denk dat het weer iets van een lipproduct is. Nee, dit is nagellak. Another day, another nail polish. En dit is een Pocket Whitening Nail Base Coat. Ik vind het zelf ook altijd wel heel mooi om deze bijvoorbeeld los aan te brengen zonder een kleurtje eroverheen. Je nagel wordt echt opgehelderd, dus de witte rand van je nagel lijkt gewoon nog witter. Dus als ik weinig tijd heb en ik wil toch iets op mijn nagels hebben, dan breng ik deze heel graag aan. Nummer 14 zit dan de voorzijde en het is een vierkant vakje. There's some Christmas magic in the hair. Ja, en hier ben ik gewoon net wat te oud voor. Het zijn haarelastiekjes natuurlijk, maar ik vind dit soort haarelastiekjes nou niet echt meer iets voor mij. Essence richt zich natuurlijk ook veel op jonge meiden. En dan is dit wel heel erg leuk. Dus ik ga het gewoon weggeven aan iemand anders. Dat kan je natuurlijk sowieso doen, hè. Als je een adventkalender zelf openmaakt en er zitten producten in die je zelf niet zo leuk vindt. Ja, kijk dan of je bijvoorbeeld kan wisselen met iemand anders. Of het gewoon aan iemand anders kan geven. Zodat het toch niet in je kast blijft liggen en maar je er gewoon iemand anders blij mee kan maken. Nummer 15 zit ook nog aan de voorzijde, maar dan aan de bovenkant. Have a Cherry Glossy Day Darling. En het is een lipgloss, de Juicy Balm lipgloss. Maar dan weer in een leuk kerstig sfeertje. Toevallig heb ik deze al in de niet-kerst variant. Superleuk, super fijn, gewoon een leuke gloss. Nummer 16 zit aan de achterzijde en is best weer groot. You Look Magnificent Beauty. Oftewel een matterend poeder. Als ik hem eruit krijg. Het is van die oil control paper. Die gebruik ik zelf niet. Omdat ik gelukkig niet zo heel snel zweet. Dus geen vette glans over me heen heb. Mijn gezicht glanst wel. Maar dat vind ik gewoon mooi. Om gewoon een glowy look te hebben. Maar dit kan je wel heel makkelijk in je handtas doen. Mocht je bijvoorbeeld veel transpireren. Dat je even zo'n papiertje op je gezicht kan deppen. Je gooit hem daarna weg. En je look is weer gered. Dus dit is ook zoiets wat ik zelf gewoon lekker weg ga geven. Nummer 17. Zit hier rechts van boven. Duurt het nog lang voordat ik de volgende weer zou scheuren. Together Through Thick and Thin. En daar hebben we ons eerste echte opvulcadeautje. Een puntenslijper. Wat moeten we ermee? Het is wel een puntenslijper met een dakje erop. Dus je kan hem wel heel makkelijk even in je beautykastje zetten. Even tussendoor snel slijpen. Zonder dat je bij een prullenbakje hoeft te staan. Dus dat maakt het wel weer ietsje luxer. Het is een opvulcadeautje, maar wel net even de luxere variant van het opvulcadeautje. Nummer 18 zit achterin, ook weer vierkant. Let it shine, it's Christmas time. En dan hebben we volgens mij weer een highlighter. Ja, Christmas highlighter. Prachtige verpakking ook weer. Schitterend, ja, heel mooi. Kijk nou. Ik ga hem ook gewoon weer swatchen. Ik ben benieuwd. Zo. Ik val de kalender van mijn schoot af. Die staat er ook helemaal versteld van. Nee, moet je kijken. Als ik dit dan vergelijk met die blush lighter, dan is dit wel echt een verschil hoor. Zo, dat pigment is ook echt heel erg goed. Je wil shinen met de kerst? Nou, met dit kan je shinen. Superleuk. Nummer 19 zit dan de voorkant en dat is ook weer een langwerpige. Zal het nog een penseel zijn of niet? Ik scheur hem weer hoor. Oh. Hoe meer vakjes je hebt gescheurd, hoe fragieler die adventkalender wordt. En dit is een eyeliner. In een zwarte tint. A little surprise for smoky eyes staat erop. Ja, dat is gewoon zo'n standaard oogpotlood. Dat zit altijd in iedere kalender. Neigt ook een klein beetje naar een opvulcadeautje. Maar aan de andere kant, het past natuurlijk wel gewoon bij je look voor de kerst. Dus laten we nou niet te kritisch doen, hè. Gewoon een normaal oogpotloodje. En je hebt alvast een puntenslijper bij de hand dankzij deze kalender. Dus helemaal goed. Nummer 20. We gaan nou echt al naar het einde van de kalender. En die zit weer achterin. Life is better with ice cream. Maar ice staat doorgestreept. Handcream. Ja hoor. Handcreme is echt een must-have in de winter. In de zomer vind ik het eigenlijk ook. Maar in de winter zeker. De Moisturizing Handcream. Ziet er weer super feestelijk uit. Helemaal voor de kerst. En er zit onder meer shea butter in. Vitamine E en aloe vera. We gaan naar 21 en die zit ernaast. Lekker makkelijk. Get them sugar coated. Ook weer een nagellakje. Ik ben blij dat de nagellak dicht zit. De Pocket Nail Polish in de kleur. In een lila kleur. Ik zie de naam er even niet op staan. Maar het is in ieder geval weer compleet in het thema. In deze kleur net wat minder kerstig. Maar ik hou ook minder meestal van die paarse tinten. Zeker van die koelere tinten. Dus dat is iets persoonlijks. Nummer 22 zit weer voorin. Ook weer vrij groot. Let's wing along to Christmas songs. Oftewel een eyeliner brush. De verpakking is weer in het thema. Gewoon weer precies hetzelfde. Het ziet er hetzelfde uit. Het ziet er leuk uit.
Ik moet wel zeggen dat ik hem vrij breed vind voor een eyeliner. Ik zou dit zelf eerder gebruiken voor mijn wenkbrauwen. Wat ik ook al vaker heb gezegd, het kan wel zijn dat iets erop staat waarvoor je het kan gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat je het ervoor hoeft te gebruiken. En dat lap ik zelf ook heel vaak omlaars. Nummer 23 is dit achterin. Het voorlaatste is dan weer een opvulcadeautje. Foul and Smile. En een nagelvel. Hij ziet er wel ontzettend leuk uit, dat moet ik zeggen. Maar het blijft een nagelvel. Nou, na de domper van 23 moet 24 gewoon goed zijn. Als ik hem kan vinden. Het laatste vakje. Have yourself a glorious little Christmas. En dit is een pH Reacting Glitter Lip Gloss. En het is dus een lipgloss die reageert op de pH-waarde van je lippen. Ziet er wel heel erg leuk uit. Zowel Essence als Catrice hebben dit al beide meerdere keren in hun assortiment gehad. Heb ik ook al meerdere keren thuis gehad. Daardoor vind ik hem niet zo spannend. Aan de andere kant is het wel compleet feestelijk. Het is weer, ik heb iets vandaag met het woord feestelijk. Blijf het zeggen. In ieder geval, de glitters passen natuurlijk helemaal bij het thema. Het design past helemaal bij het thema. Dus op dat gebied hebben ze goed uitgepakt. En als ik verder ook kijk naar de andere producten, is het niet zo standaard als anders. Dus dat vind ik echt wel heel erg leuk. Er zit geen standaard rode nagellak in. Geen standaard rode lipstick, wat je wel snel bij kerst ziet. Maar aan de andere kant hebben we dat eigenlijk allemaal meestal wel. Dus dan vind ik het juist wel leuk dat Essence even wat anders erbij heeft gepakt. Dus hij is helemaal leeg. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Vind je dit de moeite waard? Ga je hem ook shoppen? Of sla je hem deze keer even over? Laat het me weten in de reacties. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. Doei!